Goedemorgen jongens. Zo. We zijn veel te laat opgestaan voor het ontbijt. Oh mijn god, what the fuck. Dus we moeten er heel snel heen. Misschien kunnen we nog redden. We hebben eigenlijk nog 5 minuten. En ik heb gewoon echt rechtstreeks uit bed. Ik ben wakker en ik zag op de kussen gewoon dat er heel veel wimpers waren uitgevallen. En je ziet nou best heel erg het verschil. Dus ik moet echt even kammen. Dus het slaat helemaal nergens op. Nou jongens, dit is de helft van ons ontbijt. De rest komt later. Wat wil je doen? Nou, kijk, weet je nog die ene keer toen jij 150 euro had verdiend door iets heel makkelijk te doen? Weet je nog? Nou, zeg maar de gif in wat je hebt gedaan. Wat is ik vocht. Kijk, nu is hij even schud. Maar nu kom ik echt over als een rare koppel. Ik kom echt over als een fucked up zet. Maar? Ik mocht 20 seconden lang zomaar tape op vasthouden. What the fuck? Ik heb er 150 euro van gekregen. 150 euro, 20 seconden zo. Gadverdamme, toch vies gevoeld ook. Maar wat krijg ik nou? Ik wil jou nu 500 euro bieden. Ja. 500 euro. Ja. 5 maaiers zijn dit volgens mij, toch? Ja, voor? Als jij zo met je kleren aan het water inspringt. En het water is echt koud. Ik heb daar een zwembad, jongens. Dat ziet er mooi uit. 500 euro, is dat waard? Meijers. Laat even weten in de comments of jij het zou doen voor 5 maaiers. Waarom praat je zo lelijk? Dat is Amsterdams. Dag. Maar even, zou je doen of niet? Ga je doen? Ik moet even over nadenken. Ja, denk erover na. Gewoon vergeten om te filmen. Dus? Ja, nu kan ik ook een gevuld broodje eten. Oké. Okay. Dit is mijn omeletje. Wat heb jij besteld? Omelet du fromage avec damata au giar. Nee, ui bedoel ik. Zo, ik heb lekker ontbeten. Maar ik heb dus vandaag volgens mij zo slecht geslapen. Dat er aan één kant van mijn wimpers echt een hele hap eruit is. En ik heb dus... We hebben lesjes even snel een WhatsAppje gestuurd om het te laten zien. Maar ik moet het even heel goed kammen, zegt ze. Dus dat ga ik nu doen. Als dat niet lukt, dan moet ik hier even een paar uittrekken. Anders ziet het er echt niet uit. Dat is wel echt zonde natuurlijk. Ik heb gewoon echt heel slecht geslapen, denk ik. Aan één kant nog zo. Ik slaap al van één kant. Nou, ik heb inmiddels aan deze kant een paar haars eruit getrokken. Ik ga me nu een beetje opmaken. Ik denk dat het er dan veel beter uitziet. Dan doe ik een beetje eyeliner op oogpotlood. Maar we zijn nu een beetje aan het zoeken wat we willen doen. Want we hebben hier eigenlijk helemaal niet echt een planning. Wat wil jij doen, Nessim? Nessim is gewoon nu aan het poepen, dan weten jullie dat. Als jullie gekke geluiden horen, dan is dat Nessim. Wat wil je doen? Ik wil shisha roken. Ik kan volgens mij bij Sofita, of niet? Heb je gekeken? Ik ga anders zo wel kijken. Kunnen we daar gewoon chillen? Want het is gewoon de laatste chilldag. Wij wouden eigenlijk vandaag quadrijden. Tenminste, de mannen wouden quadrijden. Ik vind het persoonlijk niet zo leuk. Want ik heb het al een keer gedaan met Nessim. En je moet 2 uur lang quadrijden. Je billen doen fucking veel pijn. Je hebt zo'n helm op. En ik ben kapot claustrofobisch. Maar ik wou het op zich wel doen voor de mannen. Ik denk van, nou ja, voor een uurtje kan ik het wel volhouden. En je kon op zich ook voor een uurtje... als uitzondering kon ik ook voor een uurtje zeg maar boeken. En ik vond het prima. We zijn vandaag wakker geworden. En het is al best wel laat. Het is nu al bijna 1 uur. En de mannen wouden opeens geen kwad meer rijden. Dus ik denk, nou, dan wordt het gewoon een grote chilldag. Ze maken ons bed hier elke dag zo op met rozen. Echt schattig. Nou, ik heb inmiddels mijn hoofd een beetje gefixt. En nu zitten mijn wimpers er veel beter uit. Kijk. Zo ziet het er veel beter uit. De belichting is wel heel heftig hier. Ja. Dus helemaal oké. En Nessim zit gewoon naar ons te kijken op YouTube. Is het leuk? Dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb een rok aan. Het is best wel zo'n dikke stof ribbenrok, zeg maar. En van LA Sisters. Ik heb een topje aan van Mango die ik heb gescoord in deze video. Deze zit echt heel erg chill. Maar hij is ook echt super leuk. Love it. En ja, dit is mijn outfit. Let niet op mijn schoenen. Die vind ik gewoon fijn. En ik heb eigenlijk gewoon geen zin om hakken aan te doen. Want we gaan gewoon ver lopen. Misschien kan ik in de avond vandaag nog wel hakken aan doen. Dat is mijn enige optie nog om deze hakken aan te doen die ik mee heb. Ik weet eigenlijk ook niet waar ik naartoe ga nu. Ik heb ook een jasje mee. En dat is eigenlijk het enige wat ik mee heb. Het is echt zeg maar zo'n trip die ik van tevoren helemaal niet goed heb georganiseerd. Ik heb echt geen goede outfits mee. En ook niet de juiste. Ik dacht dat 18 graden in Marokko best wel warm zou zijn, zeg maar. Maar, oh jongen, super koud. Ik sim die ik in mijn oren heb. Kan ik geen oorbellen meer in? Mijn favoriete sieraden zijn eigenlijk gewoon oorbellen.
En die kan ik al de hele vakantie niet in. En dat vind ik wel een beetje jammer. Ik heb net foto's gemaakt van Nessie. Met zwembad. En nu gaat hij foto's maken van mij in mijn outfit. Dus ik wil vandaag minimaal 2 outfits shooten. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Want tegen de tijd dat we terug zijn is het waarschijnlijk weer gewoon donker. En zijn shoots echt veel minder. Ik en Nessie hebben net heel veel foto's lopen maken in de tuin van het hotel. En de anderen zijn nog steeds niet klaar. Dus we hadden nog tijd om ons lekker om te kleden. En ik heb toch besloten om even deze outfit aan te doen vandaag. En dat vind ik echt een super fijne jurk. De stof is echt zo chill. En hij zit ook echt heel erg mooi. Helemaal niet zo strak eigenlijk. Gewoon chill. En deze is van de Zara, ook van de sale. Ik heb echt heel veel leuke dingen gescoord van de sale bij Zara. Maar nu twijfel ik of ik die hakken eronder moet doen. Want wij gaan eigenlijk gewoon chillen in een lounge of zo nu. Of dat ik gewoon die lompe schoenen hieronder aan moet doen. Maar ik heb de neiging om gewoon hakken aan te doen. Dan kom Nessie's outfit met deze schoenen. Kan echt niet. Nee, ja, ik ga het maar echt los. Dat kan echt niet, man. En ik heb besloten zelf om wel hakken aan te doen. Die bovenkant ziet er zeg maar gewoon prima uit. Ah. Maar als je lukt door de shoes en denk je, what a lose! Eronder. Vlog live. Oh, vlog live. Maar dat is de outfit, man. Hieronder heb ik. Nee, je gaat deze outfit niet aandoen. Hoezo niet? We gaan naar een hotel en lounge. Zo, dat is wel veel beter. Pluisjes. Wat is dat erop? Voor mijn bond dingetje. We zitten momenteel weer in een taxi. Met heel mooie muziek, zoals je kan horen. En wij gaan nu onderweg naar Sofitel. We gaan daar eten. Ik weet niet eens of ik daar goed kan eten. Maar Nessie heeft tegen chauffeur gewoon gezegd dat we naar Sofitel willen. Heb je dan eigenlijk al opgezocht wat je daar kan eten, of niet? Nope. Eerlijk, we weten gewoon niet waar we heen moeten. Nee. Sowieso tagine. Maar het is wel weer heel erg lekker weer. Dus ik ga er echt van genieten nu. Onze laatste dag trouwens. Ik had al gezegd, morgen vertrekken we weer naar huis. En mijn batterij is op, dus ik ga het vervangen. We zijn een beetje matchy-matchy. We hebben slangenprint aan. Allebei Louis Vuitton tas. Kijk, deze kan wel eens kapot gooien. Mag die staan? Volgens mij niet. Jij mag alles. Oh, mooi. Wil je een foto eigenlijk? Jij mag foto hier. We zijn nu bij de Sofitel en het is hier echt, het is echt een super mooi hotel. Geen grap. Echt moesten we hier gewoon verblijven. Ja. Het is hier wel echt heel erg leuk. Wil je dan zeggen dat je goed hebt geboekt? Nee hoor, ik vind het echt heel leuk. Maar we gaan hier dus eten. En dit is het menukaart een beetje. Het is wel natuurlijk iets duurder dan waar je normaal zou eten in Marrakesh. Maar je kan hier bijvoorbeeld vis eten voor 290 dirham. Dat is volgens mij ongeveer 30 euro. Je hebt salades, grillgerechten, het valt er nog eens als pasta, sandwiches. Je hebt eigenlijk best wel veel variatie. I want eten. Dus ik heb denk ik mijn eerste goede cappuccino besteld in Marrakesh. Ik heb nog geen goede cappuccino hier gehad, maar deze ziet er echt heel goed uit. En Nassim heeft weer Marokkaanse thee besteld. We hebben een mega burger gekregen met friet. Hij is zelf een burger. We hebben een pizza gekregen. Die we met z'n allen gaan delen. Dit ziet er wel echt heel erg lekker uit. Het is trouwens ham, maar van kalkoen. Dan weten jullie dat alvast. Ik heb een spaghetti besteld. Bolognese. En ze heeft eigenlijk penne bolognese besteld. Dus het ziet er zo lekker uit, jongens. We hebben net lekker gegeten, Nes. Thank you. En wij zitten nu in een soort van shisha gedeelte en we gaan hier even lekker chillen. We hebben echt veel gegeten, we zitten echt helemaal vol. En ik denk dat ik nu gewoon even lekker een theetje ga doen ofzo. Ik weet dat ik wil. Mint. Wat is pommint, schat? Appelmint. We hebben hier even lekker thee gedronken en Nes heeft hier shisha gerookt. Toen we de rekening kregen, schrok ik wel echt. Ik vond het eten nog best wel betaalbaar. Hey, weet je hoeveel thee kost? Onze thee kostte in totaal 40 euro. Mensen, 40 euro aan thee. Zo zien de kopjes eruit. Ik heb er precies 2 van gedronken. Per persoon 2 van gedronken. Voor 40 euro. Even serieus. Dat is toch heftig? Ik vind het echt een heftige prijs. Kijk, shisha kost 25 euro. Vind ik nog best wel oké. Maar voor deze thee, 2 per persoon, 40 euro? Heftig. Nee, mag ik melden? Mag ik melden? Ik wil het melden. Die was kankerlekker. Het was niet lekker hè, Margrethe? Ik heb hem zelf 5 euro voor je gegeven. En wij gaan nu zo de taxi pakken richting een mall. Menara Mall heet het. We hebben ontdekt dat het hier een mall was, want dat wisten wij niet eens. Ja, gewoon zo erin drukken. Er zit niets meer in, denk ik. Die andere dan? Wacht, hè? Oh ja. Ja.
We hebben dus ontdekt dat er een mall is. En daar gaan we nu eigenlijk naartoe. Want we vinden het een beetje frisjes geworden. Dus dan is het lekker binnen. Even rondkijken daar. En dan is het eigenlijk ook wel weer een beetje klaar voor vandaag. De laatste dag alweer in Marrakesh. De lichten zijn uitgevallen. Hier heb je niet gemerkt. Ja, het is heel erg donker. En daarna aan het wachten op de taxi. We are going... Wat is het? Ja, niks. Oh. Jij bent zo stil. We are going to the mall. Hè? Ja, echt vet mooi. Wat zei je? We are going to the mall. Ja, we are going to the mall. Ik ben zo moe, hè? Ik ben echt moe. Deze dagen zijn zo vermoeiend. Want je zit op pad bent, toch? Hoe aan het lopen. Wat is je dan doen? Heb je dan zo'n taxi besteld? Nee, tuurlijk niet. Oh, oké. Okay. Maar wij zitten dus nu in de lobby, zeg maar. En de licht is helemaal uitgevallen hier. Maar het ruikt hier wel echt fucking lekker. Je hebt daar trouwens een winkeltje met allemaal geurtjes voor in huis. Wil je kijken? Kom, we gaan kijken. Kom, dan wil je bij mij. Hi, hi Mirjam Vlog. How are you? Leuk hè, het is alles echt goed? Heel groot hier man. Ja, maar het is Marina Mall. Menara Mall. Mirjam Mall. Hey, I know you from your top. Oh, het ziet er echt leuk uit. Zo gezellig. Dus ik ga toch helemaal stuk. Dit is toch een beetje hetzelfde idee als in Dubai. Kijk één keer. Dit is echt grappig. Maar dan een beetje de skere versie zeg maar. Dit is wel echt die AliExpress versie van Dubai, man. What the fuck? Kijk, wij zijn nu bij zo'n kruidenwinkel. En dit zijn dus kruiden voor soep, voor shawarma. En kijk hoe ze het allemaal hebben gesorteerd. Dus kijk waar wij zijn beland. Kijk hoe blij ik ben. Niet normaal dit. Ik heb hier geen zin in. I love kitsu. Are you ready? Let's go, Miriam. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Wallah, langzaam bal. Kom maar, Mirjam. Goed, hè? Mirjam wordt boos, Mirjam wordt boos. Mirjam is heel geconcentreerd. Kijk, kijk, kijk. Concentratie, concentratie. Jelle, Mirjam. Je deed wel beter vorige keer, maar ik zeg eerlijk. Deze was wel slecht. Zo'n lekker verwarmd terrasje hier. En super gezellig. Echt jammer dat we het nu pas hebben ontdekt. Deze wijk. Want je hebt hier echt super gezellige terrasjes in het in de avond. Wij wisten elke keer in de avond eigenlijk niet waar we heen moesten. Maar ja, nu weten we dat we hier moeten zijn. Alleen morgen gaan we al vertrekken. Dat is wel jammer. We gaan even hier iets warms drinken of zo. Dit is onze bestelling. Ik heb een cappuccino en een pannenkoek met Nutella en cocoa. En Nessie heeft een pannenkoek met Nutella en banaan. Lekker hoor! Gezellig! We zijn inmiddels op onze kamer en ik wou, we wouden samen met de anderen even nog lekkertje de kleren aandoen en genieten van onze laatste Marokkaanse thee hier in de avond. Met deze hier zijn hier dus geen, in dit hotel is er dus geen personeel meer. Alleen zo'n parkeerwachten, zeg maar. Dat is wel jammer. Maar we zijn nu even op onze hotelkamer. Ik ga even lekker chillen kleren aandoen. En dan gaan we ook op tijd naar huis. Ik kom niet meer woorden. Ik ga dan ook op tijd naar bed. Want morgen moeten we vroeg op om te ontbijten. En dan gaan we eigenlijk weer terug naar Nederland. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie dan morgen weer. Doei doeg!